opdracht is, we gaan de letters koelbuigen. Die gaan we koelen. Aan de andere kant gaan we een bak water verwarmen met dezelfde machine. Dus eigenlijk waar je de warmte weghaalt, stoppen we in het water. Dus energiezuinig. De grote uitdaging is om het allemaal precies recht volgens de maten op het bord te krijgen. Dat is echt de uitdaging. Daar kan ik de meeste punten mee halen. De andere kandidaten die hebben aan de achterkant al de letters koel aan elkaar gemaakt. En dat heb ik nog niet gedaan. Mij leek het eerst makkelijk om eerst de machine aan te sluiten. En dan de letters koel aan elkaar maken. Want dat is namelijk heel makkelijk. Dat kan heel snel als ik tijd tekort kom. Stefan Blak van Zelfvertrouwen. De eerste dag dacht ik heel ver achter. Maar na het lunchje ging hij even een rondje maken. En toen heeft hij al gezien dat hij toch nog, sommigen liggen wel voor me, dat is zo slordig of ze hebben fouten gemaakt. Dat gaf me wel zelfvertrouwen, daar werd hij een ander mens van. Ik ben wel zelfverzekerd, ik heb geen zenuwen, gezonde spanning hoe we dat noemen. Ja, het gaat hartstikke goed, we hebben net storing gezakt en ik heb de storing gevonden en hij draait. Het is de uitdaging om iets te vinden. De installatie ligt op storing en dan helemaal door gaan zoeken tot je het gevonden hebt en oplossen. En dat de installatie weer draait. Dat vind ik ook het mooiste aan het vak. Ik ben van kind af aan, toen ik 5 was, toen we het verbouwen waren, liep ik al over de stijgers heen, wou ik al van alles doen. Nee, het is echt van kind af aan, wil ik iets met de handen doen. Dat was al heel snel duidelijk. Hij is echt wel een vakman en heel erg met zijn vak bezig. Hij is met zijn leeftijd is hij al heel ver. Heel zelfverzekerd. Als ik hem op training heb, dan bellen allemaal oude collega's op en vragen aan hem. Dus dat is wel heel apart.